Goedemiddag, leuk dat jullie weer kijken. Ik ben Corrie en ik vertel elke week iets over waar ik mee bezig ben. En dat is kleur, kleding, lifestyle, kringlopen, een beetje dat allemaal. En dat doe ik in het kader van Stories We Tell. En dat is een gratis online magazine voor, met als doelgroep vrouwen van 50 plus. En iedereen anders mag het ook lezen. Als de bedoeling is dat volgende week de eerste Stories We Tell weer komt. En het is een andere vorm dan anders. Maar hij is er weer. Wil je ook graag Stories We Tell ontvangen? Gewoon in je mailbox of een melding dat het er weer is. Dan stuur me dan een mailtje naar info@stories. En dan gewoon streepje we-tell. En dan .nl. En dan zet ik je op de leeslijst. Maar ik zal het ook nog bij de beschrijving zetten. En vandaag, ja, gisteren kwam een vriendin van mij, een hele goede vriendin, die ken ik al vanaf mijn 15e, dat is al zo heel lang. En die zag mijn filmpjes ook voorbij komen en die zei, oh, maar ik wil ook wel een keer met jou kringlopen. Nou, dat hoef je tegen mij maar één keer te zeggen, want dan ga ik mee. Helemaal gezellig, dus wel een hele leuke dag en we hebben gezellig gekringloopt. En zij heeft van alles gekocht, ik heb van alles gekocht en dat ga ik je nu ook weer allemaal laten zien. Ik heb dingen gekocht voor mezelf en ik heb dingen gekocht voor de kleinkinderen, heb ik ook wel wat dingen gekocht. En ik heb dingen gekocht voor de school. De school begint weer. Maandag begint de eerste groep en dan 2 weken later begint de tweede groep. En aanstaande zondag heb ik daar een fotoshoot voor, een fotofilmshoot. En dus ik zal dit filmpje pas plaatsen als er daar ook foto's van zijn. Dan snappen jullie dat een gedeelte van wat ik vandaag heb gekocht, of gisteren heb gekocht bij de kringloop, ook daar vandaan komt. Dus, nou oké, okay. Ik zal eerst de gewone dingetjes laten zien. Want ja, wat zie ik daar? Ja, je kunt vindingrijk Breda, ik bedoel, het is een geweldige kringloop, ik ben er helemaal weg van. Het is een winkel, het is groot, je vindt er van alles. Nou oké, okay. Ja, pensionaris die zei, wat moet je ermee? Maar het is zo'n lief kopje, zo'n nijntjeskopje. Weet ik wat, het is gewoon heel erg lief. En er staat hier beneden een keukentje, die hebben we van vrienden hebben die geleend. Want hun dochter is er te oud voor, maar onze kleinkinderen is eigenlijk helemaal prima. Maar daar zet ik het dan maar weg. En dit was 25 cent. En dat is ook van Dick Bruna of zo. In ieder geval, het is toch te lief. En als je graag cappuccino drinkt of zo, of hoe heet dat, dat espresso, dat het zo'n heel klein beetje is. Dat is ook een prima kopje ervoor. Maar ik vond hem gewoon lief. En voor een kwartje, nou, wie doet me wat. Vorige week, toen heb ik ook verteld, had ik een zak met kralen, horloges en weet ik wat ik allemaal gekocht voor mijn kleinzoon. Die graag echte diamanten wil, hè, diamanten vooral. En toen heb ik hem in 2 verdeeld, zodat hij een gedeelte zou krijgen van die zak en zijn zusje een gedeelte. Maar deze heb ik zelf gehouden. En dit is een haarspeld. Niet dat het bij mijn haar zoveel zin heeft. Maar het is zo leuk, daar zit een vlindertje op. En dat is met van die dingetjes. Hoe heet zo'n kruldingetje? En ja, kijk, het is gewoon echt een haarspeldje. En ik vond hem zo leuk. Volgens mij is het zilver. Ik denk dat ik het kan poetsen, want dan ziet het eigenlijk wel naar uit. Maar ik vond het gewoon een leuk ding. Kan ik het als broche ergens op spelden of zo? Zo'n beetje spelden. Zo, oké, zo ziet het er niet echt uit. Maar oké, leek me gewoon leuk. Ik vond het een leuk ding. Dus die heb ik. Zat in die grote zak van €2,45. Zat dit dus ook bij. Dus ik denk nog niet eens een dubbeltje. Misschien 5 cent dat het gekost heeft in werkelijkheid. Maar oké, ik vond hem leuk. En anders is het toch leuk om naar te kijken. Ik zal eerst laten zien wat ik voor mezelf heb gekocht. Ik heb gekocht 1 sjaal. Ik vond hem leuk. Kijk, er zitten zo van die huis- en keuken dingen op de mixer en een gieter en zo. En ja, ik vond hem gewoon leuk. En hij was €1,25 of 55. Ik heb een briefje niet bij me, dus ik moet het een beetje uit mijn hoofd doen vandaag. Maar het meeste weet ik wel. Maar die sjaal die vind ik gewoon leuk. En het wordt winter, dus je gaat weer wat donkerdere kleuren kopen. En dat is ook de reden dat ik deze heb gekocht. Dit is een donkerbruine, lange, een soort kokerrok, gewoon recht. En even kijken van welk merk die is. Want ik weet niet of dit... Linea V is het merk. Geen idee. Nou ja, in ieder geval. Bruin komt terug in de mode.
allerlei soorten vormen van bruin. Deze bruin is bij mijn gezicht, is hij vrij donker. Ik wil hem eigenlijk iets lichter, maar als ik iets lichts opdoe, is het eigenlijk wel een leuke. En 4,50 euro, uit mijn hoofd heb ik er 4,50 euro voor betaald. En ja, gewoon, ik denk, ik ga het gewoon uitproberen of ik dit leuk vind. En anders dan ga ik, doe ik er wel iets anders mee. Maar in ieder geval, ik heb dus een rok voor van de winter. En ik heb, ja, een jasje gevonden. Nee, ik vond het toch eigenlijk leuk. En ik weet het, ik heb jasjes genoemd. Maar ja, aan de andere kant. Een jasje waar kaartjes nog aan hangen. De prijs is er afgeslopen. Maar het kaartje hangt er nog aan. Le temps d'avri. Nou, oké. Zegt me niks, maar oké. Het staat er eens inderdaad ook in. Het is een beetje dik katoenen jasje. Want dat zag ik dat het katoen was. En ja, nieuw dus inderdaad. En ik heb hier 10 euro voor betaald. Dat is toch een prachtig jasje. En gewoon heel leuk. En het staat me verder goed. En het is natuurlijk een beetje truttig. Want er zit dan zo'n speld op met ja, strik. En zijn strikjes op de knopen ook nog gemaakt. Dus er is veel aandacht aan besteed. En kijk dat er zo van die piping overal langs zit. Dat is nog niet zo makkelijk te maken. Kijk, ook langs de zakken en zo zie je die piping. Maar het is toch super leuk eigenlijk. Gewoon helemaal leuk. Dus die heb ik gekocht voor mezelf. Dus nou ja, je kunt wel uitrekenen. Het is een paar euro geweest. Maar toen moest ik nog dingen voor de school kopen. En dan voor de fotoshoot van de school. En dan zoek ik eigenlijk gewoon aparte dingen. Of dingen die we nodig hebben. En de eerste broek die ik gekocht heb is deze broek. En dat is een broek van Giorgimo. Maat 1, maat 36 of zo. Zoiets ziet het er ook uit. Misschien een kleine 38, maar nee, dat zal een 36 zijn. Nou, dat moet nog helemaal gestyled worden. Maar ja, daar zijn we in gespecialiseerd om dat te stylen. En die gaat dus, als het goed is, gaat hij op de fotoshoot. Is verder aan die broek helemaal niks te zien. Hij voelt als nieuw, ziet er ook uit als nieuw. En ik, anders zou je het ook kunnen zien aan de knieën en zo, maar er zit niks aan. En ook aan de zomers niks te zien. Dus misschien heeft iemand gedacht in de winkel, oeh, dat is heel leuk. En toen ik thuis hing in de kast, dacht ik, oeh, dat is misschien te heftig. Nou ja, die soort dingen zijn natuurlijk superleuk. Deze broek was 4,25 euro of 95. Daar mag ik kwijt zijn. Ik heb gekocht een ruitjes blouse. Een hele simpele blouse eigenlijk. En die blouse is van Marie Thème. Ook nog nooit van gehoord. Maar je ziet ook weer heel veel ruiten terugkomen op de catwalks en dergelijke. En daarom wilden we die ook gebruiken. Je hebt ook ruit op ruit, zie je ook heel veel terugkomen. En sowieso is het natuurlijk een superleuke blouse om te gebruiken. Want deze blouse was 1 euro. Dus, nou ja. Ze hebben ze ook wel eens uitverkoop in de kringloop zelfs hebben ze ook wel eens uitverkoop. Ik heb een soort baseballjack gekocht in zwart-wit. Ja. Gewoon ook een mooi ding. Die wordt ook gebruikt voor de shoot als het goed is. Dit is een beetje dat we niet precies weten of we hem gaan gebruiken. Maar oké, soms moet je dat doen. Het is maatje S van AWD. Oh, All We Do. Oké, staat er dan bij. All We Do. Dat zal wel. Die was 4,50. En ik heb nog gekocht 2 T-shirtjes, gewoon zijn nieuwe T-shirtjes. En die waren 2,35 euro per stuk. Ik heb er 2 van gekocht. En die zijn ook allebei voor de fotoshoot om te gebruiken. Dus dat laat ik hierna, zal ik dat straks invoegen. Ik ga ook nog een paar tips geven als je zegt van nou, ik wil ook wel eens gaan kringlopen. Hoe ga ik dat nu doen en waar let ik op? Nou, je let er natuurlijk gewoon op dat het een mooi spul is, dat het niet kapot is, dat er geen vlekken in zitten waarvan je denkt, krijg ik er die wel uit? Want zelfs voor 2,50 is iets met vlekken, daar schiet je natuurlijk niks mee op. Het is een beetje mooi materiaal is en dat voel je heel dikwijls. Het is heel dikwijls te voelen langs de rekken. Ik kijk heel dikwijls naar het materiaal, naar dus het voelen van het materiaal ook, maar ook de dessins zijn belangrijk, tenminste voor mij, omdat ik dat leuk vind. Maar ja, dan zit je te kijken en dan heel dikwijls is er de maat uitgeknipt, merk je, heel dikwijls uitgeknipt. En dan zit je te kijken, ja, past me dit of past me dit niet? Nou, er zijn 2 manieren waarop je dat kunt weten en ze werken, serieus, allebei. Ik snap niet precies waarom ze werken, maar ze doen het wel.
Dus één manier is dat je hem rond je nek doet en dan moeten de kanten bij elkaar komen. Dus ik zal het proberen aan de voorkant te laten zien. Dat je hem zo doet en dat dus dit bij elkaar. Je ziet ook, het gaat net iets over elkaar, maar het past in ieder geval zo netjes. Zonder dat ik hoef te trekken, past het netjes bij elkaar. Nou, dan past die. De tweede manier is dat je, ik doe het nu zo voor, je elleboog in de rok in dit geval, maar kan ook de broek, met een gebalde vuist. En dan moet het ook passen. Dus dit past ook gewoon. Kijk, dat zie je ook. Dit past gewoon. Dus ik weet dat die rok gewoon past. Ik weet, omdat ik heel weinig taille heb, moet het bij mij ook echt zoals dit een beetje ruim zitten. En zo werkt het ook. Ja, gisteren had ik het met mijn vriendin over. Die zei van ja, ik ben in al die jaren best wel wat zwaarder geworden, maar mijn armen zijn nog steeds dezelfde lengte. Ik zeg, ik snap er niks van, maar het werkt in ieder geval wel. Dus dit is al een goede ding om te doen. Wat sowieso ook goed is, dan moet je maar even denken dat dit een blouseje of een trui is of zo. Want mijn vriendin die zag ook een leuk blouseje of een leuk shirtje en ze zegt, ja, er staat een S in, dat past me dus nooit. Ik zeg, ja, ik zeg, maar daar moet je dus niet naar kijken. Dan hou je hem onder de armsgaten, ga je het zo een beetje houden en dan hou je dat gewoon over het breedste gedeelte, over je borsten, dus haal je het eroverheen zo van, past het zo? Nou, als het dan zo past, dan weet je dat je er gewoon in kunt. Dat was bij haar dus ook het geval. Dus maten zeggen helemaal niks, maar om te voorkomen dat je iets terughangt, want ze heeft het uiteindelijk gekocht, dat shirtje, of om te voorkomen dat je denkt van, nou, het toch wordt niks, of dit moet me wel passen, dan kun je het dus ook op deze manier kun je dat eigenlijk doen. Dus nou, dat waren een paar tips van Corrie, zeg maar. Hierna komen natuurlijk foto's van hoe ik het allemaal gestyled heb. En ofwel foto's of een stukje film waarin je de dingen ziet die ik nu net gekocht heb voor de school. Er zijn nog heel veel meer dingen, dus misschien zal ik er nog een link in zetten dat je nog een ander filmpje kunt zien. Wat we dan nog gaan maken. Maar het moet wel heel leuk worden, tenminste dat is wel het idee. Als je dit leuk vindt, druk dan op die rode knop, dat je dus je aanmeldt. Dat kost je helemaal niks, maar zorgt er wel voor dat je makkelijker boven komt als je op YouTube kijkt. Als je direct wil weten, moet je ook dat belletje, maar dan hoor je het dus echt direct. Krijg je dan een melding als ik iets geplaatst heb. Vind je het niks, niks meer doen, niet op reageren, is helemaal goed zo. Het is genoeg te kijken op YouTube, dus hoef je mij niet te kijken. Maar anders zou ik zeggen van graag tot de volgende keer, want elke week plaats ik een filmpje en meestal het weekend, uiterlijk dinsdag, staat er weer een nieuw filmpje op. Dus ik zou zeggen tot de volgende keer. Dag!